heel mooi om te zien dat je allemaal bij elkaar gekomen zijn eigenlijk door die idee van een aantal jaar geleden om eens een keer verhalen te bundelen. Maandag werd in 's-Hertogenbosch de Krachtenbundel gepresenteerd. De Krachtenbundel, dat is een magazine waarin levensverhalen staan van mensen uit kwetsbare doelgroepen. Dat kan variëren van iemand die bijvoorbeeld jarenlang op straat heeft geleefd. Of iemand die aan dementie lijdt. Iemand met een fysieke beperking. Iemand met een verstandelijke beperking. En in die bundel zeggen 12 organisaties uit zorg, welzijn of reïntegratie, hebben allemaal een eigen cliënt van hun eigen organisatie geïnterviewd. Waardoor eigenlijk het levensverhaal van die persoon centraal staat. Wethouder Geert Snijders mocht het eerste exemplaar van de Bosse Krachtenbundel in ontvangst nemen. Ja, ik ben werkelijk bijna ontroerd over de verhalen die hierin staan. De verhalen van 12 mensen met een beperking, die hun beperking overwonnen hebben, daar kracht uitgeput hebben en nu helemaal volwaardig deelnemen aan de samenleving. Wat is het belang van deze bundel? Ja, dat belang is denk ik groot. Het is in de eerste plaats het grootste belang voor de mensen zelf. De mensen met een beperking die beperking hebben overwonnen en deel zijn gaan nemen aan de samenleving. Maar we willen natuurlijk wel dat dit de voorbeelden zijn. En het zijn ook voorbeeld mensen, voorbeeldsituaties, dat ook anderen dit voorbeeld volgen. En ja, uitgaan van wat ze nog wel kunnen en niet van wat ze niet meer kunnen. Bijna alle geïnterviewden uit de Bosse editie van de Krachtenbundel waren aanwezig bij de presentatie. Hoe vond je het om geïnterviewd te worden voor de Krachtenbundel? Heel bijzonder, ja, echt heel bijzonder. Dat ze mij gevraagd hebben van Cello. Ja. Ben je tevreden met het resultaat? Ja, ik ben wel tevreden. Ik heb net zitten kijken. Een leuke foto en een leuk verhaal hebben ze van gemaakt. De Krachtenbundel zal onder andere door de gemeente verspreid worden als relatiegeschenk.